Yo, it's Kevin, and this is episode 2 of Dual Survival. Make sure to check out the series playlist in the description in case you haven't seen part 1 or are unfamiliar with the rules. After a positive end on episode 1, this is currently the stash that I'm working with. As you can see, we still lack a lot of basic supplies such as mats, armor, guns, ammo, and just about every other item that will help us survive. So this episode will still primarily focus on gathering the most basic of supplies to help us survive in the long run. And this is one of the most basic rules of survival. Think in a resourceful way and always be on the hunt for supplies. Try and make the most of the night time when most of the predators are asleep and trust your partner. Ik heb 1 kaarsje bij me. Dus als ik ga lekken, dan is het gewoon rip. Ik heb wel één bandage bij. Ja, die moeten we dan delen. 2 guys, 1 bandage. Ja. En nu bij de deur? Yep. Ik zit achter je. Zie je niks? Ik ga de deur openmaken. Yep. Oh, ik ben dead. Wauw, dikke potato aim. Zal ik even pakken? Oh, okay. Ik kan eigenlijk die koffer. Ja, dat is waar. Doe jij maar. Dat is wel slimmer, ja. Als degene met een gun zeg maar niet gaat looten. 2 saliva en een bandage. Nice. Pak wel die bandage. Ah, je hebt ook geen plek om die saliva te pakken. Nee, moeten we hier zometeen even nog terug langskomen. Yep. Oh, scav spotted. Ja, ik zie hem. Nice, tweede shot. Reloading. Ja, die tweede was niet nodig, maar... Wil jij? Nee, pak jij. Jij moet gun hebben. Ja, we zijn toch alone together. Precies. Oh, ja. Flash! Komt opeens flash vanaf die kant waar we naartoe liepen. Yep. En grenades. Grenades. Ik ben dood. Ja, ik ben ook dood. Ja, maar dit ook. Wat is dit voor fucking loadout, man? Ik ben gewoon helemaal kaal. En dan 20 shots op een AKMS. Ik heb ook helemaal kaal. Open SKS met 20 shots. Kan je hem pakken? Hij heeft me niet gezien. Ik weet niet waar hij is. Ik zag hem hier zo, rechts. Hij is in de container. Oh fuck, hij heeft hem gezien. Ik ga aan de kant van de container. Ja. Nice, goeie shit. Ja, zo moeten we dat ook echt aanpakken, want... Pak hem gelijk. Yep. Hij heeft een AK. Pak alles. Zit allemaal. Yep. Oh fuck, tweede scav. Wegwezen daar. Hij zit bij ons huisje, het camphuisje. Nee, bij de auto, bij de blauwe auto. Yep. Ik kan hem niet zien. Ik ga langs rechts een beetje pushen. Fuck. Ah, hij heeft mijn fucking maag. Ben ik. Ik ben bij de auto. So after my stomach got blacked out, we tried to make a great escape for the exit because we both know and realize how important hydration is. When your stomach is blacked out, your moisture meter goes down really fast and dehydration is the biggest killer of them all. Basically, stay damp or die. Er zijn shots hier dichtbij. Ja. Yeah. Warehouse. Waar gaan we langs? Die kant? Ja. Yeah. Oh, dat is hier binnenplaats. Oh, zit hier in de doos, in de kliko, het blauw kliko, waar ik nu bij sta. Down.
Ja, even hierboven. Fuck. Ja, ik ben nu over Lambridge aan het rennen. Ik ben nu bij rode klikker. Scarf down. Yep. Hoe vaak er eens in zit je? 26. Sniper scarf. Oeh, 26. Fuck. Ja, ik hoop op drinken en een van die duffels hier. Zes hydration. Oké, okay, de hydration effect begint. Oef. Shortcut is open. Oh. Misschien kun jij beter point nemen, want ik zie niks. Oké. Okay. Zie je mij nu? Ja. Ja, ik zie nog wel wat, maar mijn vision is te blurry om mensen te spotten. Oké, okay, ik begin al dood te gaan. Scarf spotted. Ik zal haar schieten. Jezus, dit. Sorry. Oh, er zit nog eentje achter, achter de rode container, links. Straight ahead. Ja. Ga ik rechts? Ja, ga ik links. Oké, het is mij niet voor mijn kloot schiet. Oh, hij zit binnen. Oh, hij zit binnen, ja. Lol. Ja, nu hebben we shots gelost, dus nu weet hij dit waar we zitten. Ja, misschien is dit wel gewoon dezelfde scav. Ja, er staat main entrance. En achterlangs. Oh, de grenade op mij. Ik ben dood. Rip. Ah, fuck. Die scout zat er opeens. After my partner met his untimely fate by a grenade, I made sure to head straight towards the extraction point so we can regroup. Now, on the way there, I found some poorly hidden away weaponry, which is of course a massive help for us. Now, the magazines weren't loaded, but we'll deal with that later as we find ammo later on, hopefully. So I crammed everything in my backpack which I could fit and made my way to the exit. Ja, hier buiten. Yo, gunpowder. Matches. Duct tape. Matches bij de gunpowder. Safe. Ja. Zo klonk het wel. Ja, flashlight. Zie je flashlight links, ja. Maar hij staat links. Hij staat links, Ja, hij staat op de weg. Links in het midden is er nog eentje. Achter ons, achter ons. Hij is naar beneden gegaan bij die metalen dingen. Yep. Oh fuck. Eentje down. Ik zit op hem. Die andere komt eraan. Midden, midden. Ik zie hem niet. Oh ja. Nice. Je hebt kill confirmed. Oké. Okay. Ik ben in dit trein begonnen. Oh, we beschoten. Waar vandaan? Weet ik niet. Van rechts volgens mij. Ik ben langs de huis gerend hier. Ja. Ik heb ook nog beschoten van achter ons of van rechts. Hier naar binnen. Pak achter je. Doe je de deur dicht? Ja. Misschien zat hij op de heuvel helemaal. Daar heb je wel sight op die, dat stuk. Ja.
Nee, ik denk dat hij ook ver weg was, ja. Of misschien helemaal achter ons nog. Ja, hij zat ver weg in ieder geval. Ik denk dat hij op de heuvel zat. Het leek alsof het van rechts kwam. Ja, let's go, man. Ik ga over die choke gaan, ja. Oké, ik ga. Ik heb deze nog nooit gesprongen, dus... Kijk. Ik haal die jump niet op één strengt. Oké. Okay. Moet iets anders gaan bedenken, man. Ik kan hier helemaal via de wand teruglopen. Die kant zo. Nee, linkerwand. Dat hij ons van de heuvel niet ziet. Oh zo, ja. Is goed. Ik denk dat hij daar zat. Ik weet het niet zeker, maar dat is echt... Oh. Fuck, Skef. Binnenplaats. Ja, hij rent weg. Zit hij ook achter de muur? Oké, dus hij zit nu om achter de truck. Fuck. Yes. Yo, wat nou? Ik zit achter de truck te reloaden. Achter de muur zit nog eentje. Ja, nou dat hoef je niet te doen. Oh, ik word nog beschoten. Sniper ergens. Op de dak, op de dak. Sniper scared. Ah, fuck, ik heb hem achter uitgeschoten. Jij is daar? Oh, nee, hij is niet down. Nice, nu wel. Yep. Oké. Okay. Maag is eruit. Snap je? Fuck, mijn maag is ook eruit. Fuck, ik ben ook aan het bleden. Hij heeft ook mijn been eruit geschoten, fuck. Oké. Als hij geen paintings heeft, ben ik dead. Heb jij maybe een bandage? Nope. Oké, dan moeten we move, man. Ja, ik kan niet move, mijn been ligt eruit. Mijn hoofd is aan het bloeden, dus ik moet rennen. Wil ik nog hopelijk smugglers boot pakken. Ga gewoon rennen, man. Anders ik hit nog wel die madcase op de heuvel. Ik ben nu op de heuvel. Madcase. Please. Kaasje. Splint. Kaasje. Fuck! Maar als catboat, als jij met die boot gaat, dan ligt die voor mij eruit, toch? Ja, volgens mij kan er maar één persoon tegelijkertijd. Nou, ga maar. Ga gewoon. Wel, ja. Nou ja, we weten nog niet eens of wat hij er is. Als ik het haal en hij is er en ik heb nog kaasjes, dan blijf ik wachten op jou. Nee, ik ben echt fucking traag. Ik ben al door mijn eerste kaasje heen. Jesus Christ. Waar ben je nu ongeveer? Voorbij de trein. Expansion area nog. Dat is voor mij nog ook een lange rit. Ja, ik ga dit zo zitten rijden. Ik heb ook fucking B-licht eruit. Ik zit op 20 iteration. Yep. Nou, ik ben ook door mijn tweede kaasje heen, man. Dus. Ja, ik zit op 6 iteration nu. Ik ben nu pas bij de treinen. Volgens mij is de boot er. Go for it, man. Je hebt de boot, Esther. Ja, ik blijf nog wel even wachten tot mijn health echt super laag wordt. Nee, kom man. Ik zit op 0 hydration. Ik ben nog aan het zinkelen en ik ben nog ineens bij de dorms. 0 hydration. Mijn health gaat nu met 0.5 naar beneden. Ja, ga gewoon, man. Ja, ben jij nu nog niet bij de 2 story? Ik ben nu net bij tijd, sorry, op 163 health. Oh, nee. Ja, ik ga dit niet halen, man. Nee, ga gewoon. Run for it, Frodo. Yep, ik ben aan het runnen. Ja, mijn health gaat nu te snel naar beneden. Loopt hier ook iemand? Ik ben eruit. Damn! Ik zie hem. Ga naartoe. Kill hem. Shit, I'm fucking hurt! Damn, I need a drink. Oh, damn! Those motherfuckers got me real bad. I need a drink. Hij ziet me. Hij zit naar me te kijken. Hij wiggelt naar me terug. I'm dying, man. I'm fucked. I need some water. Ah, oh, I'm all fucked out neer. Hij zag me dood neervallen.